Ja jongens, waar gaan die broodjes heen? En waar gaat de koffie heen? Ik neem aan dat het hier voor deze lui is die het verdienen. Heren, dames, ik weet het niet. Zijn er nog dames aanwezig? Ja, wel een aantal. Kunnen jullie even de klakson testen? Even kijken of iedereen aanwezig is. Kijk, dat gaat hartstikke goed. De koffie wordt verzorgd. Goed zo, mensen. Afvalwereld Nederland. Want we zijn bij elkaar uit Nederland met al onze collega's die de moed hebben genomen om uit Leeuwarden of Den Helder, waar dan ook, Amsterdam, Dordrecht, hier heen te komen. Ik ga ze niet meer allemaal opnoemen, want ja, ik weet het ook niet wie er allemaal precies zijn, maar ze komen uit alle hoeken van het land gelukkig. Dus het is voor ons, de organisatie, wel geslaagd dat er zoveel mensen bij elkaar komen. Ik ga jullie even het woord geven aan onze bestuurder van het FNV. Hanan Yacoubi, die gaat wat vertellen over de regels die er vandaag gelden en hou je daar alsjeblieft aan. En daarna dan krijgen wij vicevoorzitter Tuur Elzinga, die gaat wat vertellen over arbeidsvoorwaardenbeleid en over de regelingen die we voor zwaar werk en et cetera hebben afgesproken. En wat in de CAO moet gaan komen, dat horen we van Tuur. Dus we gaan met Hanan beginnen. Mijn naam is Hanan Yacoubi en ik ben bestuurder bij FNV. Ik ben verantwoordelijk voor jullie CAO. CAO Geo, grondstoffen, energie en omgeving. Ik vind het zo fantastisch en geweldig dat jullie vandaag hier naar Rotterdam zijn gekomen. Want het is heel erg belangrijk dat jullie ook bezighouden met jullie eigen arbeidsvoorwaarden. De CAO Geo staat vandaag centraal. Maar voordat we gaan beginnen met het inhoudelijke programma, jullie hebben afgelopen vrijdag van mij persoonlijk over de mail instructies gekregen voor vandaag. Want we bevinden ons echt in hele onwerkelijke tijden. We hebben te maken met COVID-19. Dat is dan ook de reden dat we ervoor hebben gekozen vandaag om een drive-in te organiseren. Dus het is echt van belang dat jullie ook gewoon in jullie eigen auto blijven zitten. We hebben voor koffie, thee hebben we geregeld. Dat wordt gewoon naar jullie, naar de auto gebracht. De lunch wordt ook naar de auto's gebracht. Dus het is echt belangrijk dat je in de auto blijft zitten. We gaan nu over naar vicevoorzitter Tuur Elzinga. Welkom Tuur, hier bij ons bij de AVR. Leden van de FNV, collega's ook van CNV, zie ik wat goed dat jullie hier allemaal zijn. Ik hoor dat jullie uit heel Nederland komen. Mooi dat het op deze manier kan, wat inventief met een drive-in. Ik ben echt blij dat we op deze manier toch met z'n allen actie kunnen voeren. En ook verantwoord actie kunnen voeren. Want ik kan jullie vertellen, misschien sommigen van jullie ook, maar ik ben zelf dit najaar een aantal weken goed ziek geweest van corona. Ik heb een kleine 3 weken echt met flinke koorts op bed gelegen. Ik hoefde gelukkig niet naar het ziekenhuis. Maar ik ben nog nooit van een griepje zo beroerd geweest. Het is echt iets om serieus te nemen. En ik ben heel blij dat we op deze manier toch met elkaar actie kunnen voeren. En dat we steeds inventiever worden van hoe wij samen, als FNV, als CNV, als vakbeweging, onze punten kunnen blijven maken. Ook in deze uitdagende tijden van corona. Dus fantastisch applaus voor jullie zelf. Toeter even voor jullie zelf. Geweldig dat jullie hier zijn. Tja, corona, het is wel een bijzonder jaar. Vorig jaar, 2018, 2019, hebben we, 2017 begon eigenlijk met een in tientallen jaren historisch aantal stakingen. We hadden heel veel stakingen en vorig jaar hadden we zelfs de meeste stakingsdagen. En dat kwam ook natuurlijk omdat er een aantal sectoren met heel veel leden gestaakt hebben, langere tijd gestaakt hebben. En dat leidde uiteindelijk afgelopen jaar, 2020, tot de hoogste loonstijgingen gemiddeld over het land in meer dan 10 jaar. En het was ook hoog tijd, want eigenlijk hebben we sinds de vorige crisis, de financiële crisis, heel weinig gezien van het herstel. Het herstel na die crisis is vooral terechtgekomen eigenlijk in de zakken van grote bedrijven en hun aandeelhouders en heel weinig bij de werkende mensen. En de afgelopen jaren hebben wij dat tij een beetje weten te keren en het ging eindelijk de goede kant op. En dus hadden we hadden vorig jaar een historisch hoge looneis van 5% en die hebben we dit jaar gecontinueerd. Ondanks de coronacrisis.
En een aantal werkgevers die waren kwaad. Dat is onverantwoord, dat kan niet. Maar we zien om ons heen dat sommige sectoren hard geraakt zijn door de crisis. Maar dat andere sectoren, en jullie weten er alles van, de vitale sectoren, misschien wel harder hebben moeten doorwerken dan ooit. En onder zware omstandigheden, met mondkapjes op, met afstand houden, met allerlei beperkende maatregelen, moeten heel veel mensen die dit land eigenlijk door hebben laten draaien het afgelopen jaar, misschien wel harder werken, zwaarder werken, onder moeilijke omstandigheden werken. En daar hoort een fatsoenlijke beloning tegenover te staan, mensen. Dus wij hebben gezegd, wij houden onze looneis gewoon hoog. Want dat kan in heel veel sectoren wel. En waar het niet kan, natuurlijk hebben wij dan begrip voor de situatie. In sectoren die zwaar geraakt zijn, natuurlijk kiezen wij dan voor baanbehoud. En gaan wij dan niet het onderste uit de kan eisen als het gaat om lonen. En daar waar het niet kan, hebben wij begrip voor die specifieke omstandigheden. Maar op heel veel plekken, juist in de vitale sectoren, of het nou in de winkelstraat is, op de distributiecentra, bij de pakketbezorging, iedereen weet dat daar harder dan ooit gewerkt wordt, maar dus ook in de afvalverwerking, op al die plekken, in de industrie, in de bouw, waar mensen gewoon door hebben moeten werken, daar staat onze looneis overeind en daar gaan we voor, daar knokken we voor. Want ik heb eerlijk gezegd nooit zo goed kunnen begrijpen waarom sommige mensen met een relatief luxe, lekkere baantje achter, in een grote fauteuil achter een mooi bureau, zo ontzettend veel geld verdienen, terwijl heel veel mensen, waarvan we nu met z'n allen weten dat die onmisbaar zijn in onze samenleving, omdat ze ondanks een gezondheidscrisis gewoon door moeten werken, dat al die mensen veel minder beloond worden dan die mensen die eigenlijk een relatief luxe baan hebben. En waarom is dat? Ik snap dat niet. Ik vind het eigenlijk van de zotte dat we niet de mensen die het echt zware werk doen, en dat zijn juist vaak de mensen in die vitale sectoren, in die essentiële beroepen. He, want als jullie stoppen met werken, nou, dan beginnen ze dat in heel Nederland binnen een paar dagen te ruiken, zeker in de zomer. En dat geldt eigenlijk voor al die vitale sectoren. Als mensen daar stoppen met werken, ja, dan ligt de boel stil. Dan ligt de economie op zijn gat. Daar hoort een goede beloning tegenover te staan. Dus er is geen enkele reden dat wij nu gas terug zouden nemen. Sterker nog, jongens, ja, nu even niet, want dan rijden jullie tegen het podium op, maar gas erop, zou ik zeggen. Wat we wel zien, en dat vind ik verontrustend, is dat er heel veel werkgevers zijn die de crisis willen misbruiken. Heel veel werkgevers die niet in een sector zitten die zwaar geraakt is, die nu zeggen, ja jongens, maar dit kan echt niet. En als we niet uitkijken, dan wordt de rekening die we met z'n allen hebben betaald. We weten allemaal dat we vanuit de algemene middelen, via de belastingen, vanuit de schatkist, miljarden hebben bijgedragen aan het overeind houden, aan het stutten van bedrijven in moeilijkheden. En terecht hoor, want er zijn veel banen mee gered, hebben we veel banen mee kunnen behouden. Maar als we niet uitkijken, dan krijgen wij straks die rekening in een blauwe envelop gepresenteerd. En als we niet uitkijken, dan gaat het herstel van de economie straks vooral terechtkomen in nog meer onzekere banen. Want dat zagen we ook na de vorige crisis. Ja, daarna groeide de werkgelegenheid wel. Maar vooral in flexbaantjes, in uitzendcontracten, in nulurencontracten, in meer zogenaamd zelfstandige medewerkers overal en ergens. Dus het aantal ZZP'ers, het aantal oproepkrachten, het aantal uitzendkrachten, het aantal kortdurende contracten nam hand over hand toe. Maar met die onzekerheid, want de onzekerheid komt bij de werknemers terecht, met die onzekerheid kun je je rekeningen niet betalen. En steeds meer mensen hebben aan het eind van de maand, als hun geld op is, nog een paar dagen over die ze moeten zien te overbruggen. Daarom staan wij als FNV voor goede arbeidsvoorwaarden, is het een prioriteit dat we knokken voor ook zekere contracten, voor goede contracten, voor echte banen. En dat we knokken voor goede arbeidsvoorwaarden. We willen ook dat het minimumloon fors omhoog gaat, want heel veel, te veel mensen in die vitale beroepen zitten op een beloning, nou ja, vlak op of boven dat minimumloon. En het is cruciaal dat iedereen van zijn inkomen gewoon fatsoenlijk kan leven. Dan voorkomen we ook heel veel van die ellende dat je met allemaal toeslagen op andere manieren, zeg maar, bijgepast moet worden, omdat je anders aan het eind van de maand niet uitkomt en alle, nou ja, ellende wat daarmee mis kan gaan tot gevolg kan hebben. Dus het minimumloon moet fors omhoog,
Dat willen we voor heel Nederland. Na 14 euro per uur, dat is 40% erbij. En dat kan, dat is financierbaar. Dat hebben wij, heeft het CPB ook voor ons uitgerekend. En steeds meer partijen willen dat. Maar dat gaat niet vanzelf. Dus we zullen ook in Den Haag nog onze strijd moeten strijden. Maar we moeten natuurlijk bovenal, en daarom zijn jullie hier, ook zorgen dat we de werkgevers onder druk zetten. Want er zijn te veel werkgevers die zeggen, dat kan allemaal niet. Want crisis dit, want crisis zo. Maar zoals ik al zei, heel veel sectoren die misbruiken de crisis. Daar hebben ze geen last van de crisis. Daar kunnen ze prima de looneisen die wij stellen betalen. Als ze het maar zouden willen. En als ze dat niet vanzelf willen, dan moeten we ze een handje helpen. Actie! 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 Dus straks allemaal vanmiddag bespreken hoe ver jullie bereid zijn te gaan. Dat komt daarna. Eerst jullie inzet, arbeidsvoorwaarden, de CAO. Nou, daar hebben jullie bestuurders voor. Maar we moeten blijven knokken, altijd voor goede arbeidsvoorwaarden. Het tweede punt wat Willem al aankondigde, en dat is een onderdeel ook van jullie CAO-inzet en volkomen terecht, dat is op tijd stoppen met werken. Want heel veel van die mensen in die vitale sectoren, heel veel van de mensen die het zware werk doen, zijn vaak ook de mensen die het jongst begonnen zijn met werken. En Willem die wijst even op zijn rollator. Dat is misschien wel leuk, want ik heb Willem leren kennen als de Sjaak, niet als Willem. We hebben samen op heel veel acties gestaan in de aanloop naar het pensioenakkoord, omdat we eisten dat mensen ook op tijd kunnen stoppen met werken. Omdat heel veel mensen die dat zware werk doen in die vitale sectoren, die zijn vaak op jonge leeftijd begonnen. Die hebben minder lang op school gezeten, zijn eerder begonnen met werken, doen vaak het zware werk, krijgen daar niet dusdanig voor betaald dat ze nou heel veel middelen hebben om vroeger te stoppen met werken. Dus die moeten in de praktijk het langst doorwerken, maar leven ook nog eens een keer korter dan mensen die, nou ja, later zijn begonnen met werken, die lichter werk hebben gehad, die minder zwaar, hè. Dus die oneerlijkheid, daar hebben wij tegen gestreden in onze pensioencampagne voor een goed pensioen voor iedereen. En ik ben ongelooflijk blij dat het gelukt is uiteindelijk en dat het een van de eerste onderdelen die uit het pensioenakkoord nu in wet is omgezet. Dat de Tweede Kamer en de Eerste Kamer allebei unaniem, dus alle partijen, voor de maatregel hebben gestemd dat die boete op eerder stoppen van tafel is gegaan. In ieder geval voor een deel, voor een bedrag de grootte van de AOW voor 3 jaar tot de AOW-leeftijd mag die eerder stoppen als de werkgever er ook mee instemt. Maar wij willen natuurlijk niet dat de werkgever, dat het een, ja, dat het afhangt van de welwillendheid van de werkgever of mensen met zwaar werk eerder kunnen stoppen. We willen dat dat gewoon een recht is voor alle werknemers die het zware werk hebben. En dus moet het ook in de CAO. En dat is de volgende stap. En dat kan dus gemakkelijk, hè? Want het is voor heel veel werkgevers ook niet te doen als mensen echt niet meer kunnen om dan hun medewerkers door te moeten laten werken tot hun 66 en 4 maanden tegenwoordig en in de toekomst nog meer. Dat is niet te doen. Als je op je versleten knieën naar de finishlijn moet en die finishlijn schuift ook nog steeds verder op, dan is dat een leidersweg in die laatste jaren. En dat moet een werkgever niet willen. En in ieder geval willen wij dat niet. En wij willen op tijd kunnen stoppen. Dus wij willen die regeling zodat we 3 jaar eerder dan de AOW-leeftijd eruit kunnen. En dat kan nu wettelijk. En we hebben heel veel mooie voorbeelden waarin dat ook in cao's al goed is geregeld. Waarin er afspraken zijn tussen de vakbond, tussen de FNV en de werkgevers. In de bouw kunnen mensen op de bouwplaats nu op tijd stoppen met werken. He, dus die stratenmaker aan wie Rutte meer dan 10 jaar geleden beloofde, stem op mij, dan kunnen jullie straks op tijd stoppen met werken. Nou, hij heeft zijn belofte niet nagekomen. Uiteindelijk hebben wij 2 keer het hele land plat moeten gooien met een OV-staking in 2019, voordat ze eindelijk wilden bewegen in de politiek. En nu hebben wij het in de CAO van die stratenmaker inmiddels geregeld. En kan die stratenmaker 3 jaar eerder naar de AOW, dus op 63 en 4 maanden stoppen met werken. Dat hebben we voor elkaar. Zo is dat. En in meer sectoren, ook in de afbouw, in de timmerfabrieken, in de vlees, in de schoonmaak, hebben we het voor elkaar, omdat die werkgevers vanuit die sectoren die vitaal waren, gewoon het afgelopen jaar door hebben gedraaid en dat dus gewoon kunnen financieren. Ze zaten er ook bij toen we centraal de afspraak hebben gemaakt. Dus die werkgevers die veel mensen met zwaar werk voor zich laten werken, die profiteren jarenlang van die werknemers die dat zware werk doen. En die hebben ook een morele verplichting, want zij waren erbij toen ook zij bij VNO ja hebben gezegd tegen het pensioenakkoord. Wij hebben ermee ingestemd, maar ook de werkgevers. Dus ze moeten zich gewoon aan hun afspraken houden. En dat moet dus ook gewoon ook in jullie CAO straks geregeld worden.
Ik wens jullie ongelooflijk veel succes bij jullie onderhandelingen. En als het nodig is, strijd voor een goede CAO. Het zware werk wat jullie de afgelopen jaren hebben gedaan, ook beloning krijgt in de vorm van een goede loonsverhoging. En natuurlijk goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waar in elk geval bij hoort dat jullie op tijd kunnen stoppen met werken. Jongens, dank jullie wel. Zet hem op. Jullie kunnen het, ik weet het zeker. Als het nodig is en er actie gevoerd moet worden, dan meld ik me, dan strijd ik met jullie mee. Zet hem op, jongens. Het staat in het akkoord. Het gaat in de CAO. We hebben een CAO die dat aan kan. Dan gaan we het ook in de CAO doen. Dus dat is een eis. Wat mij betreft, kijk, dat, hoe jullie het precies regelen is natuurlijk aan jullie. Hè, want dat, uiteindelijk is, jullie zijn de leden en jullie moeten samen bepalen hoe je... En er zijn ook voorbeelden van werkgevers en werknemers die daar buiten de CAO om, omdat de CAO nog liep, een aparte afspraak voor hebben gemaakt. Nou, dat kan natuurlijk ook. Als er maar een afspraak wordt gemaakt. Dat is het belangrijkste. En aangezien jullie toch in het CAO-traject zijn, zeg ik, neem het gelijk mee. Hè? Maar dat is meer een tip. Nou ja, dat weten wij natuurlijk. Maar in ieder geval, hartstikke bedankt dat je hierheen bent gekomen. Want je hebt het druk zat, daar heb je verkiezingen. Ja, maar dit is de moeite waard. Dat je hier mag staan op een maar actie. Maar je bent er en daar ben ik je dankbaar voor. En jullie ook allemaal. Zet hem op, mensen. Dank u. Oké, okay. Hey, hoi. Anon. Samen met Einur, het palat van de CNV, Michel Buitenhuis en was er nog eentje? Mat. Oh ja, maar ja. En die hebben onderhandeld met onze werkgever. Met onze werkgevers. He, GEO. Heel Afval Nederland. Zij hebben gesprekken gevoerd om tot een CAO te komen. Ja, waar we al bang voor waren, werkgevers rekken, rekken en rekken. En we steken over 1 januari heen. Ja, daar ga je pensioen van 2021. Want zij proberen dat weer uit te rekken. Ze willen bepaalde afspraken naar 1 juli brengen. En wij zeggen, nee, niks. 1 januari, daar zijn we van uitgegaan. Nou, voordat ik jullie ga informeren over wat de stand van zaken nu is, als het gaat om de CAO grondstoffen, energie en omgeving, wil ik jullie graag meenemen naar het begin. Nou, we hebben in een vroeg stadium onze leden geraadpleegd. Dat is van belang voordat je eigenlijk je CAO-inzet gaat bepalen. In september hebben wij een werkdrukmeter ook uitgezet richting de werknemers. En ook gevraagd, wat vinden jullie belangrijk om mee te nemen naar de CAO-onderhandelingen? Nou, zijn daar heel veel reacties op gekomen. Op basis daarvan en de arbeidsvoorwaardennota van FNV en CNV hebben we ook een inzetbrief opgetuigd. En toen pas zijn wij de CAO-onderhandeling ingegaan. In november zijn we gestart met het CAO-traject. We hebben een aantal CAO-onderhandelingssessies gehad met de werkgevers. En de insteek was om er in december met elkaar uit te komen. Helaas is dat niet gelukt. En dat is ook de reden dat we vandaag hier bijeen zijn. Zodat we jullie kunnen vertellen wat er de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden. Welke CAO-onderwerpen aan orde zijn gekomen aan de CAO-tafel. En waar we wel of nog niet volledige overeenstemming over hebben bereikt. Jullie hebben van ons allemaal, zeg maar, handouts gekregen, hè, toen jullie hier aankwamen rijden. Het is van belang om die even bij de hand te nemen. Dan gaan we aan de hand van de PowerPoint-presentatie en de handouts gaan we even met elkaar bespreken welke onderwerpen er van belang zijn tijdens het CAO-traject die nu eigenlijk nog steeds loopt met de WNB. Dus het gaat dus met name om de protocolafspraken. En de protocolafspraken die hebben we in de vorige CAO-ronde met elkaar gemaakt. Met als afspraak dat we daar in 2020 invulling aan zouden geven. Nou, een van die protocolafspraken is dat we heel graag afspraken wilden maken over de ploegendienst en het werken op de onregelmatige tijden. De protocolafspraak die zien jullie ook hier in de PowerPoint-presentatie. Wat we met elkaar beoogden met elkaar af te spreken. En wat er uiteindelijk met elkaar min of meer overeenstemming over is bereikt.
Aan de CAO-tafel hebben we ervoor gezorgd dat we, als het gaat om de ploegendienst en ook als het gaat om het werken op onregelmatige tijden, dat we daar ook een externe partij voor hebben ingeschakeld. Want we wilden heel graag dat daar heel objectief naar gekeken zou worden. Dat er ook een vergelijking zou worden gemaakt met andere sectoren. En dat we op basis daarvan echt concrete afspraken zouden maken. We hebben daarvoor een bureau voor ingeschakeld, genaamd Shiftplan. En die heeft met name gekeken naar de starttarieven voor de 2 ploegen, 5 ploegen en de 6 ploegen. Dus we hebben met elkaar afgesproken dat als het gaat om die starttarieven die we gaan implementeren, als we komen tot de CAO-afspraak, dat we dan starttarieven zouden gaan hanteren. En dan hebben we het over percentages van 2,2%, 7,5% en 7,7%. Dat is eigenlijk wat we tot nu toe eigenlijk tot stand hebben kunnen brengen aan de CAO-tafel. Maar het zijn nog geen concrete afspraken omdat we er nog niet uit zijn. Voor de 3 ploegendienst volgt uit de nieuwe berekeningen nog een percentage. Maar daar gaan we het ook in de volgende CAO-ronde met elkaar over hebben. Ik kan me best wel voorstellen dat het best wel veel informatie is. Ik heb het dus straks ook bij de opening aangegeven. Als er vragen hierover zijn, mail mij dan vooral. Dan zorgen wij er in ieder geval voor dat je deze week nog antwoord krijgt. Maar dit is wat we eigenlijk op hoofdlijnen met elkaar zijn overeengekomen als het gaat om de flexibiliteit in de ploegendienst en het werken op onregelmatige tijden. Dat we graag starttarieven willen gaan toepassen en hanteren als het gaat om de CAO-GO. Wel even tussendoor. We hebben natuurlijk gewoon in de CAO 28% staan bij 5 ploegendienst. Bij AVR en bij andere bedrijven nog andere regelingen. Klopt, maar die staan normaal gesproken vast. Alleen als je flexibel gaat werken, daar gaat het om, hè? Want dan is het duidelijk voor iedereen. Als je niet flexibel gaat werken, heb je gewoon je vaste ploegendiensttoeslag. Die is afgesproken in de CAO of in andere regelingen. Klopt, en die blijven gewoon staan. Daar komt geen wijziging in. Juist. Het gaat hier echt alleen om de starttarieven bij de onregelmatige tijden. Juist. Ja? Helder. Oké. Nou, een van de protocolafspraken die we ook hebben gemaakt, dat is er eentje over pensioenen. Daar ga ik straks ook verder op in de presentatie. Want jullie hebben er straks ook al een inleiding gekregen van Tuur. En die heeft ook op hoofdlijnen aangegeven wat relevant is als het gaat om de afspraken die we graag willen maken in de CAO als het gaat om het onderwerp pensioen. Met name als het gaat om het vervroegd uittreden en het verlofsparen waren 2 hele belangrijke onderwerpen die wij ook hebben meegekregen vanuit FNV en CNV-leden. Met het klemmend verzoek om daar echt concrete afspraken over te maken. Maar daar gaan we later op in de presentatie, omdat dat een heel belangrijk onderwerp is. Als het gaat om werkdruk, hebben wij ook eerder meegekregen van de werknemers, ook aan de hand van het onderzoek wat heeft plaatsgevonden door TNO, dat de werkdruk behoorlijk hoog is binnen jullie sector. En met name nu de afgelopen periode in tijden van de COVID. Het huisafval is natuurlijk toegenomen. Je moet ook werken onder hele andere erbarmelijke omstandigheden, want het werk gaat natuurlijk door. Hebben we dat natuurlijk allemaal meegekregen. En aan de CAO-tafel hebben we met elkaar de afspraak gemaakt dat we daar het komend jaar ook invulling aan willen geven om ervoor te zorgen, als het gaat om de werkdruk, dat we dat op een bepaalde manier kunnen afnemen. Dus dat is een afspraak die we ook met elkaar hebben gemaakt en waar we ook serieus naar hebben gekeken en invulling aan willen geven. We beginnen wel met een aantal pilots bij een aantal bedrijven die zich hebben aangemeld om te kijken van hoe dat wordt ervaren nu op dit moment. En wat voor concrete afspraken we dan kunnen maken die we kunnen vertalen in onze CAO grondstoffen energie omgeving. Nou, het FIBA traject, daar zijn we al een periode mee bezig. Daar hebben we ook een externe partij voor ingeschakeld, want die daar heel onafhankelijk en objectief naar zou kunnen kijken. Ook onze eigen functiewaarderingsspecialist is betrokken geweest in een werkgroep samen met de kaderleden van FNV en CNV om te kijken naar de bezwarende functies met name. En dat is ook op een hele goede manier gegaan. We hebben de werkgevers voorzien van allerlei informatie en daar hebben ze dus ook rekening mee gehouden. Alleen loopt dat nu wat verder uit en hopen we ook echt om daar in april ook concrete afspraken over te kunnen maken en te kunnen implementeren. Maar dat is wel volgens afspraak gegaan aan de CAO-tafel. Nou, dan komen we nu aan het onderdeel van onze inzet. Zoals ik het straks ook aangaf, hebben we ook een ophaalronde gehouden onder zowel leden als niet-leden als het gaat om de onderwerpen die jullie van belangrijk vinden op de werkvloer. Een van de punten die jullie ook hebben meegegeven gaat over de inzet van de vakbondspositie. We willen natuurlijk ook ervoor zorgen dat als het gaat om onze vakbondsleden, dat die goed gefaciliteerd worden op de werkvloer
En daar ook gewoon hele goede concrete afspraken maken over in de CAO. Een van de voorstellen die we hebben gedaan, nou, als het gaat om nieuwe leden die lid worden van of FNV of CNV in deze sector, die kunnen dan korting krijgen. Het gaat om een bedrag van 90 euro. Daarvan hebben we al met elkaar overeen kunnen komen dat die afspraak, dat we die willen gaan voortzetten. Daarnaast hebben we natuurlijk te maken met vakbondsverlof. Als het gaat om onze kaderleden, die komen in aanmerking voor vakbondsverlof. Als het gaat om bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten zoals deze. Ook als het gaat om onze leden. Maar je merkt toch wel dat een aantal WNB-bedrijven, zoals net als vandaag zijn er twee WNB-bedrijven die geen medewerking willen verlenen aan het vakbondsverlof. Voor vandaag hebben we ervoor gekozen dat kaderleden en leden alsnog gebruik kunnen maken van de stakingsuitkering of de vergoeding vanuit kaderleden. Maar wij merken wel, als het gaat om de bijeenkomsten die we organiseren, als het gaat om de kaderfuncties die we hebben binnen deze sector, is dat daar niet altijd alle medewerking aan wordt verleend. Dus daar wilden we ook heel graag wat concrete afspraken over maken. Nou, een van de belangrijke onderwerpen, dat is natuurlijk het verlofsparen. Nou, we hebben daar een werkgroep voor opgetuigd, hè, de afgelopen periode als het gedurende CAO-traject, om even expliciet te kijken naar de afspraken die we kunnen implementeren als het gaat om het pensioenakkoord en ook het verlofsparen. We hebben het meerdere malen over gehad aan de CAO-tafel. Ik moet daar wel bij vermelden, de werkgevers staan daar wel welwillend tegenover, maar ze hebben wel aangegeven dat we dat niet op onze balans hebben staan. Nou, dat begrijp ik ook wel, want je weet maar nooit hoe het eraan toe gaat met een aantal WNB-bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan faillissementen. Of stel dat je het plaatst bij een verzekeraar, dan is het wel van belang dat het verlof wat je opspaart, dat dat ook het volledige verlof is. Omdat daar niet een gedeelte wordt besteed aan, zeg maar, de verzekeringskosten die daarbij komen. Nou, we hebben eigenlijk met elkaar de afspraak gemaakt van het is nu wet, dat willen we ook graag volgen. We willen er ook gewoon voor zorgen dat dat op een degelijke manier ook wordt georganiseerd en waarbij het ook voor iedereen eigenlijk duidelijk is. Dus stel dat we eruit gaan komen, dan is het ook een van de eerste speerpunten om ervoor te zorgen dat het gaat om het verlofsparen van die 100 weken. Dat we dat goed kunnen organiseren, dat we dat ook in 2021 ook daadwerkelijk gaan implementeren. Willem, jij wilde daar nog iets over zeggen? Over het verlofsparen? Ja, nou ja, goed, het is ook een van de drie dingen die natuurlijk in de wet zijn verankerd eigenlijk, hè, want die Eerste en die Tweede Kamer die hebben daar akkoord aangegeven, volmondig. Dus ja, ik zie daar nog wel een dingetje. Ik zie daar nog wel voor ons, nu de werkgevers die hebben het uitgesteld, dus we zitten nu na in januari. Ja, voor 12 januari is het wet geworden, waarom niet het toch regelen in die CAO? Dus misschien dat we dan nog mee kunnen nemen dat je het toch regelt met die werkgevers, aangeef, jongen luister, hè? Ja, jullie zijn over die datum heen gegaan, maar voorlopig hebben we wel een wet liggen. Dus dat wil ik je wel meegeven, dat je dat nog even meldt. En die 100 weken sparen, het gaat om je bovenwettelijk verlof. Bij ons, ik weet zeker, bij AVR zijn er heel veel mensen die heel veel bovenwettelijk verlof hebben staan. En die dreigen dat dus, echt zeg maar, te moeten inleveren. En dat kan niet meer. Want in feite kan je gewoon zeggen, na 5 jaar, hè, na een uur die je over hebt gewerkt, 5 jaar terug, die ze nu willen innemen, zeg je, hey, dat ene uur, dat kan ik daar mogelijk in die 100 uur of in die 100 weken regeling stoppen. Gaat dat regelen, werkgever? Dat is eigenlijk wat ik het liefst zou zien, dat dat opgelost wordt. En dat niet die uren worden afgepikt natuurlijk. En ja, je moet zelf natuurlijk wel in de gaten houden wanneer dat plaats gaat vinden, want als je ze kwijt gaat raken, dan zou ik ze liever opnemen natuurlijk. Want dan neem je maar verlof. Maar je kan nu sparen naar je pensioen toe. 100 weken, dat zijn 2 jaar. Wij gaan dat regelen. We moeten dat regelen. Dat is wettelijk afgesproken. Dus dat is nog een onderhandelingszaakje en een regeling die we moeten implementeren. En daar gaan we aan werken als FNV en CNV natuurlijk. Hè? Want wij zijn de enige partij die dat kunnen aangeven bij die werkgevers, maar ze moeten het wel doen. Dat was eigenlijk mijn aanvulling. Nee, maar we gaan het ook doen. We gaan het ook samen doen. CNV, FNV en de werkgevers. Zoals ik het straks ook al aangaf, ze staan er wel welwillend tegenover. Alleen willen we het wel heel goed geregeld hebben. Hè? Dat is eigenlijk wat we willen gaan doen. En mochten we eruit komen als het gaat om de CAO, dan is dat een van de eerste speerpunten die we ook gaan oppakken.
onze inzet als het gaat om de flexbanen, de ideebanen. Daarvan vinden wij het echt van belang. Als het gaat om de uitzendkrachten die ook nog steeds natuurlijk werkzaam zijn binnen de CAO-GEO. Dat we ook dit jaar ervoor gaan zorgen dat een aantal mensen ook in vaste dienst komen. Dat ze een vaste aanstelling gaan krijgen. Nou, we hebben voor de komende periode een voornemen om ervoor te zorgen dat 200 mensen die nu uitzendkracht zijn, een vaste aanstelling gaan krijgen. En natuurlijk in dienst worden genomen. Dus dat is iets wat we concreet gaan invullen waar we ook invulling gaan geven. Ja, en afgelopen jaar is dat gerealiseerd, hè? Is dat ook gerealiseerd? Dat was ook een afspraak om dat te regelen. En dat is in 2020 gerealiseerd. Dat de flexkrachten in vaste dienst zijn, ook 200, toch? Nou, meer. Want we hebben de afgelopen, laten we zeggen, 3-4 jaar, hebben we jaarlijks een afspraak staan. Dat als het gaat om de uitzendkracht, dat wij het van belang vinden dat die een vaste aanstelling krijgen binnen deze sector. En we hebben in 2020 hebben een evaluatie gehouden en gekeken van hoeveel mensen daadwerkelijk in dienst zijn genomen. En dat waren er ruim 900. Ja, dan mag je best wel even betoeteren. Dat is toch wel een resultaat. Mensen een vaste baan geven, hè? Opstellen van onze inzetbrief dat er geen sprake mag zijn van verslechteringen. Dat hebben we zowel in onze inzetbrief opgenomen als natuurlijk tijdens het CAO-traject nadrukkelijk ook aangegeven richting de werkgevers. En vanuit werkgeverszijde zijn er geen verslechteringen ingebracht. Wat dat betreft, als het gaat om jullie CAO, geen verslechteringen. Een van de afspraken die we ook graag wilden maken, dat is natuurlijk de looptijd van de CAO. We hebben er eigenlijk voor gekozen om geen langere looptijd met elkaar af te spreken, omdat we heel wat belangrijke onderwerpen hebben staan op de agenda, waar we gewoon jaarlijks ook gewoon invulling aan willen geven. Dus wij hebben ook richting de werkgevers voorgesteld om de CAO met elkaar af te spreken van 1 jaar en niet langer. Met terugwerkende kracht van 1 januari, dat is onze eis, en niet pas een loonsverhoging gaan betalen op 1 juli, want daar gaan we niet aan beginnen, Amon. Daar gaan we niet aan beginnen. Als die CAO ingaat, dan gaat die in op 1 januari 2021. De vorige CAO ging ook in op 1 januari, behalve het loonbod. Dat werd later, en nog een keer later, in delen opgeknipt. Nee, intrede CAO, loonaanbod, wat aangenomen is, ook in laten treden per 1 januari. En niet zoals wij willen 1 juli. Niet van tevoren ingestudeerd, hè? Dat nee, zeker niet. Oké, want daar moeten we scherp op blijven, man. Ja, zeker. Nou, dan komen we aan bij het onderwerp pensioen. Nou, we hadden in onze inzet opgenomen dat we gedurende de looptijd van de huidige CAO dat wij concrete afspraken wilden maken over de regeling voor zware beroepen. Daarnaast wilden we ook de generatieregeling zoals die nu in de CAO is opgenomen. Eigenlijk was, nou, hij loopt natuurlijk af, hij is natuurlijk ook afgelopen als het gaat om de generatieregeling. Die wilden we eigenlijk ook als basisafspraak opnemen in de CAO en ook verbeteren als het gaat om de percentages die nu opgenomen zijn. Daarnaast wilden we ook als het gaat om de werknemers binnen de sector beschermen tegen overbelasting. We hebben het er straks ook al gehad over de werkdruk. En ook ervoor zorgen dat ze wat meer voldoende rustmomenten kunnen krijgen. Want er zijn natuurlijk voor de werknemers binnen deze sector geen regelmogelijkheden. Nou, we hebben daar uitvoerig over gesproken met de werkgevers. Wat er tot nu toe eigenlijk tot stand is gekomen aan de CAO-tafel. Waarvan wij ook denken dat we daar concrete afspraken over kunnen maken in de CAO. Is dat we op willen nemen dat als het gaat om de zware beroepenregeling, dat die wordt opgenomen in de CAO. Daarnaast als het gaat om de huidige generatieregeling, dat we die kunnen verlengen met 5 jaar. Wat we ook hebben kunnen regelen, daar hebben we ook al concreet naar gekeken als het gaat om de verschillende financiële bureaus die er zijn, dat de werknemers die daar behoefte aan hebben, dat die financieel advies kunnen krijgen van een onafhankelijk bureau. En niet alleen voor jezelf, maar je partner die wordt daar ook daarin meegenomen. En daarnaast willen we ook graag, als het gaat om de belasting van de oudere werknemers, dat we daar even goed naar gaan kijken en opnemen een protocolafspraak om daar verder ook invulling aan te geven in de komende CAO-ronde. Dit zijn de verwachte CAO-afspraken die we met elkaar eigenlijk
kunnen gaan afspreken in de komende CEO als we eruit komen. Ja, ik wil dat even aanvullen, want ik heb het al eerder genoemd dat we natuurlijk met die 3 jaar eerder stoppen met werken, dat daar afspraken over gemaakt zijn en ook in de wet is verankerd nu. Die RVU, die boete die een werkgever hiervoor moest betalen van 52% van het bruto salaris van een werknemer per jaar, zeg maar, eerder stopt met werken, dus per jaar, die is eraf. Die hoeft die werkgever niet meer te betalen. Nou, daarvoor is in de plaats gekomen dat je per eerdere stopjaar 21.600 euro krijgt als een soort AOW-overbrugging, want je stopt een jaar eerder. En dat je dan ook je pensioen natuurlijk kan opnemen. Dat is dus ook naar eigen keuze. Alleen, ja, daar zitten weer wat probleempjes, want waar je een jaar eerder stoppen met pensioen gaan, dan krijg je een actuariële korting op je pensioen. Maar daar zijn ook afspraken over gemaakt. Die is voor de lagere salarissen minder hoog dan voor de hogere salarissen. Dus het is voor ieder individueel, en laat dat echt tot je doordringen, iedereen die moet zelf bekijken of die dat kan overleven als je 3 jaar eerder stond met werken, wat dat betekent. Het is 3 keer 21.600 ontvangen, 21.600, maar met een actuariële korting op je pensioen. En als je dat dan over 15 jaar uitsmeert, dan is dat verschil niet zo groot in werkelijkheid als dat je gewoon doorwerkt en gewoon je AOW krijgt en je pensioen. Dus, ja, maar dat kan je uit laten rekenen. Haman heeft het al genoemd. Hè. Je krijgt daar hulp bij van deskundige bedrijven. Dat willen we vastleggen. Dat hebben we al. In principe hebben we het al. Daar word je goed bij geholpen. Die kunnen bijna op de euro uitrekenen wat je dus zou gaan missen of wat je krijgt. In het begin krijg je natuurlijk ineens heel veel geld, maar dan moet je eigenlijk uitsmeren over 15 jaar. Dus dat is even de uitleg. Dus neem het voor jezelf mee dat als je daar aan toe bent, hè, je bent 64, 63 of 62, en je denkt over 2 jaar dan kan ik eerder stoppen met werken. Ik ga daar alvast naartoe leven en denken van nou, ik laat het een keer uitrekenen. En dan een beslissing nemen. Dus het is heel belangrijk dat je zelf bepaalt van of je het wel of niet doet, want je bent het niet verplicht. Je mag blijven werken, maar je mag ook eerder stoppen met werken. En dat willen wij verankerd hebben in die CEO. Klaar? Ben je het klaar met jij of niet? Nou, als het gaat om koopkracht. Dit is wel een hele belangrijk onderwerp waar we nog geen overeenstemming over hebben bereikt. Dus dat is ook wel van belang om jullie mee te geven. In onze inzetbrief hebben wij ingezet op een loonstijging van 5%. En een bonus van 500 euro netto aan alle werknemers die vallen onder de COGO. Daarnaast hadden we ook als inzet, als het gaat om de beginbedragen in de salarisschalen, dat we die heel graag willen verhogen naar tenminste 14 euro per uur. Dat waren eigenlijk de 2 belangrijke onderwerpen die wij als inzet hadden opgenomen in onze inzetbrief. Dus die 5% en die 500 euro netto. Nou, we hebben daar natuurlijk meerdere malen over gehad, gedurende het CAO-traject. En uiteindelijk in december kregen wij natuurlijk een eindbod gepresenteerd vanuit de werkgevers, waarin ze aangeven, of eigenlijk een bod hebben gedaan, als het gaat om de loonstijging, een loonstijging van 40 euro per 1 juli 2021. En een bonus van 250 euro netto richting de werknemers die vallen onder de COGO. Dat is eigenlijk het bod vanuit werkgeverszijde. Daarnaast hebben ze ook voorgesteld om de jeugdloonschalen met 2,5% te verhogen. Nou, je ziet ook, hè, er is een groot verschil, hè, tussen de... Dus even. Ja. Dus in feite bieden ze 20 euro per 1 januari. Eigenlijk wel, hij gaat later in. 1 juli. Hij gaat dus later in, ja. Dus ze bieden eigenlijk 20 euro bruto per 1 januari. Nou, dan kan iedereen het percentage oprekenen over je eigen salaris en 250 euro netto.
Terwijl onze inzet is 5% en een bonus van 500 euro netto. Dat is wel even een essentieel verschil. Zeker, een groot verschil. Maar we hebben ook in de presentatie hebben we toegevoegd hè, wat dat betekent voor de mensen die onder proces vallen en de mensen die onder de servicebedrijven vallen. Als het gaat om die salarisbedrag die ze willen verhogen met 40 euro en die eenmalige uitkering van 250 euro. En dan zie je dat er wel een hele grote verschil is qua percentages. En er is gewoon een hele grote gat tussen wat wij willen als vakbonden en wat de werkgevers hebben geboden. Wij blijven bij de eis, minimale eis, niet in laten voeren per 1-6, maar per 1 januari. Nou ja, we zijn natuurlijk geconfronteerd met een eindbod, dat is in december gebeurd. Het eindbod is aan alle leden voorgelegd en wat wij dus ook hebben gedaan, omdat wij het ook wel belangrijk vinden hoe de niet-leden erin staan, die hebben we gevraagd om ook te geven wat hun mening hierover is. Maar de stem van onze leden gelden. Het eindbod is voorgelegd en het is unaniem afgewezen door alle leden. Alle leden hebben aangegeven, als het gaat om de loonparagraaf, hier kunnen wij geen genoegen meenemen. Dus ga maar weer terug richting de cao-tafel. Dus het is afgewezen. Vervolgens hebben wij een ultimatum uitgezet, waarin we ook de boodschap van onze leden hebben overgebracht richting de werkgevers, dat het eindbod is afgewezen en met name als het gaat om de loonparagraaf. En dat we heel graag willen zien dat daar een hele substantiële verbetering op komt. Vervolgens hebben we daar weer een reactie op gekregen vanuit de werkgeverszijde. Die hebben aangegeven van dat ze graag weer met ons in overleg willen, maar in de brief hebben ze ook heel duidelijk aangegeven dat ze niet in willen gaan op onze looneisen. Op basis van die zinsnede hebben wij ook weer een boodschap teruggegeven richting de werkgevers, dat als er geen sprake is van een substantiële verbetering, dat wij dan ook niet bereid zijn om aan te schuiven aan de cao-tafel. Wij hebben natuurlijk weer gereageerd op de brief vanuit de werkgeverszijde. We hebben aangegeven, kom met een substantiële verbetering, dan zijn wij ten alle tijde bereid om weer met jullie het gesprek te hervatten. En afgelopen vrijdagmiddag laat hebben wij, de vakbonden, FNV en CNV, een uitnodiging mogen ontvangen vanuit de werkgevers met de mededeling dat ze bereid zijn om met ons te gaan praten over verbeteringen als het gaat om de loonparagraaf. En het is natuurlijk aan jullie, ook als het gaat om de eerste reactie die wij hebben gekregen vanuit de werkgeverszijde. Het is jullie CAO. Het gaat hier om jullie arbeidsvoorwaarden. Het gaat om jullie loonsverhoging. Wij hebben ook naar aanleiding van de eerste reactie meerdere malen overleg gehad met onze fantastische kaderleden in het branchebestuur met de vraag, vinden jullie het goed als we wel of niet in overleg gaan of wel of niet ingaan op de uitnodiging? Nou, zowel onze mening als dat van de kaderleden in eerste instantie nee, pas als er een verbetering komt. Nu hebben we een uitnodiging mogen ontvangen met daarin de mededeling dat ze wel bereid zijn om te praten over een verbetering in de loonparagraaf. Dan is het nu ook aan de leden zelf om aan te geven of dit voldoende is om die uitnodiging te accepteren. Want dat hebben wij nog steeds niet gedaan, omdat we het van belang vinden om daarin ook de mening van onze leden mee te nemen. Dus het is aan jullie of we wel of niet ingaan op de uitnodiging naar aanleiding van vandaag. Het is een uitnodiging, maar als het geen substantiële verbeteringen zijn, waar zij dus waarschijnlijk niet mee gaan komen, dan zijn de apen gaar natuurlijk. Hè? Ja. Dan gaan we wel in over tot direct. Laten we dat met z'n allen afspreken wanneer ze ons werk in het oogje nemen. Dat is nu voor de derde keer in feite al. Hè? Want eigenlijk zijn we natuurlijk hartstikke stom met z'n allen natuurlijk. Hè? Want als het aan mij ligt, ja, ik kan het niet alleen, maar gewoon die poort dichtgooien. Gewoon dichtgooien hier. Maar nee. Neem je collega's mee. Praat op je collega's in die gewoon eigenlijk niet mee willen doen, maar gewoon mee moeten doen. Daar kunnen jullie voor zorgen door met ze te praten, door ze uit te leggen van dat we door onze werkgevers in de maling worden genomen. Ga ze informeren van en neem ze mee. Neem ze mee naar zulke soort acties. Ze komen helemaal uit Groningen, uit
uit Den Helder, uit Amsterdam, uit het zuiden van het land, Dordrecht, ik noem maar even op, Alkmaar. Die staan hier. We staan hier met z'n allen, heel af van Nederland. Laat je horen en zien! Hey, even nog een korte woord nog als het gaat om de CO-inzet. We hebben nu dus een uitnodiging gekregen. Wij gaan in overleg ook met de kaderleden van onze brandbestuur om te bepalen of we wel of niet ingaan op de uitnodiging. Als het gaat om de verbeteringen willen we natuurlijk, ook als het gaat om de loonparagraaf, dat daar gewoon een hele goede verbetering in gaat komen. Jullie hebben de afgelopen periode jaren ervoor keihard gewerkt. Dat willen we heel graag terugzien, ook in de loonparagraaf. Dus dat is een hele belangrijke. Daarnaast wat wij terugkrijgen van onze leden en kaderleden, als het gaat om de generatieregeling. Helaas liep die af in december 2020. Die willen wij heel graag zo snel mogelijk weer voortzetten voor juist die collega's van jullie die het hardst nodig hebben. Nou, we zijn vorige week zijn we gestart met zichtbaarheidsacties. Nou, dat is helemaal fantastisch goed gegaan. Dankzij de kaderleden. Heel Noord-Holland is dankzij Dirk Hietberg helemaal rood gekleurd als het gaat om de vlaggen van FNV. Fantastisch werk wat jullie hebben verricht. Hoe het er nu naar uitziet. Het kan zijn dat we weer in overleg gaan met de werkgevers om te kijken wat voor concrete verbeteringen we kunnen doorvoeren. Maar dat betekent wel dat we in de tussenliggende periode doorgaan met zichtbaarheidsacties. Hè, zodat je duidelijk laat zien dat je betrokken bent en blijft als het gaat om je eigen arbeidsvoorwaarden. En dat je graag wil terugzien als het gaat om respect en waardering, dat zich moet terugvertalen in de CAO. Dus als het gaat om de zichtbaarheidsacties, gaan we door. Maar stel dat we er alsnog niet uitkomen met de werkgevers, ja, dan zullen we overgaan tot wat hardere acties. Er zijn helaas werkgevers die nog steeds maar in de nieren zitten, hè, door vlaggen weg te halen, spandoeken weg te halen. Er zijn zelfs werkgevers die het bij een gemeente neerleggen. Ik heb zelf meegemaakt. Bij mij is het waar dat ik tot aan de burgemeester moest om bij het afvalbrengstation bij ons, bij de Stadswerf in Nissewaard, dat ik daar om een vlag op te hangen, moest ik van de gemeente toestemming hebben, want het gebouw was van hun, terecht. Maar ja, zo'n werkgever kan toch gewoon zeggen, joh, dan gaan wij even voor je regelen. Nee, dat moeten wij regelen. Weet je wel, ze zitten hier gewoon in je nieren met alles, met heel veel zaken die gewoon normaal zijn in dit leven. Je moet gewoon normaal met elkaar kunnen praten en overleggen. Maar ja, je wordt gepest. En angst, ze brengen ook nog angst bij onze collega's. Want daar wil ik het toch wel heel even extra over hebben. Ze proberen mensen te intimideren. Hè? Ja, je krijgt je salaris niet. En als je vrij neemt, ja, maar dat kan niet hoor. Nee. Probeer voor jezelf op te komen, dat doen wij allemaal. Al die kaderleden die hier zijn, die hebben dat ook gedaan. En jullie allemaal trouwens, hè, die er zijn. Maar er zijn er gewoon bij, die zijn gewoon bang om naar buiten te komen of ergens heen te rijden. En die angst die wordt gekweekt. En dat is de laatste jaren echt heel erg. En wij moeten zorgen met z'n allen dat die angst verdwijnt. Ook voor onze collega's die in de fabrieken werken, die hoeven helemaal niet bang te zijn. Want ze zijn beschermd, wij zijn beschermd en daar moeten wij ons aan vasthouden. Dus die angstcultuur, die gaan wij wegwerken. Weg met die angstcultuur. Directeurtje, manager, bedrijfsleider, afdelingschef, joh, je mag niet naar buiten, je mag daar niet gaan staan. Nee, niks ervan, daarmee kappen, wegwezen. En als komen we even naar je toe, gaan we met je praten. Jongens, we nemen even pauze. Ik ben Willem de Groot, ik werk hier bij de AVR, ben 27 jaar al en ik ben hier hoofdoperator. En de belangrijke items voor het CO, voor mij, heel belangrijk vind ik gewoon het generatiepak en 3 jaar eerder stoppen. En ik vind het ook schandalig dat wij eigenlijk in een CO over duurzame inzetbaarheid voor je mensen moeten gaan onderhandelen. Als we dan allemaal zo meegaand zijn met de duurzame inzetbaarheid van de mensen, dan moet dat geen strijdpunt zijn, maar een punt zijn waar we makkelijk over kunnen praten. Maar tot nu toe, de afspraken zijn best redelijk. Alleen ja, de loonparagraaf, daar zijn we allemaal wat op tegen. Omdat ja, toch, er gaat een heleboel geld hierin om, in deze bedrijven. En er zijn een heleboel mensen die verdienen, zoals vanmorgen al was gezegd, een gigantisch salaris voor het op het kantoor zitten. En de mensen die dus in de plants werken, buiten op straat lopen, in weer en wind,
Die moeten dat doen voor een stukje minder. En dat is jammer. Dankjewel, meneer. Ik ben Marco Groenewoud. Ik ben zeilladerchauffeur bij HVC. En ja, ik sta hier voor jullie allemaal om actie te laten zien dat we bereid zijn om echt tot het eind door te gaan voor acties voor een fatsoenlijk CEO. CEO onderwerpen. Nou, toch de loonparagraaf en ook wel het pensioen, weet je. Het is al een paar keer gezegd, het is zwaar werk wat we doen. Ja, dat willen we toch al met z'n allen toch op een normale manier kunnen halen, weet je. Niet dat we straks dood achter de baan gaan gesleept worden. En wat vind je van de afspraken die tot nu toe min of meer tot stand zijn gekomen? Ja, er is nog niet echt veel tot stand gekomen. Wat mooi is, ja, voor de uitzendkrachten dat ze toch een vaste baan kunnen krijgen, weet je. Ze zijn heel belangrijk voor ons, die jongens. Zonder hun staan de meeste bedrijven toch wel stil. Dus ja, beloon hun ook. Dus ja, dat vind ik wel belangrijk. Ja, voor de rest is er nog echt weinig geregeld en dat moet toch meer worden. Zeker, helemaal met je eens. Dankjewel, Marco. Lelystad. Kijk, had ik wel meegenomen? Ik ben Willem Louise. Ik werk bij het AEB in Amsterdam. Als hoofdwerktuigkundige, ploegendienst. Nou, dat is net ook al genoemd. Ploegendienst, toeslagen, heel belangrijk. Ik vind het ook heel belangrijk dat we hier met z'n allen staan. Want volgend jaar is er weer een CEO-onderhandelingen. Of misschien over 2 jaar. En als we nu over ons heen laten lopen, dan is het dubbel zo hard werken bij de volgende onderhandelingen. Dus het is heel goed dat we hier staan. En om aan te geven dat we hier niet alleen als FNV staan, ik ben kaderlid van het CNV. Er zijn hier meerdere mensen van het CNV, we steunen ook. Ja, we doen het samen. Laat je horen voor CNV! Samen sterk! Ja. Wat zijn voor jou de belangrijkste CEO-onderwerpen? Ik vind duurzame inzetbaarheid heel belangrijk. Er zijn veel mensen die ook bij ons in het bedrijf, die zijn toch wel rond de 60 of van boven. Ja, die moeten gewoon gewaardeerd worden en goed kunnen uitstromen. En dan hebben ze ook heel goed voor de werkgelegenheid. Dan stromen er weer jonge mensen in. Zeker. Ja. Dankjewel, Willem. Bedankt. Fijn, hè? Zeker. Ik ben Michael de Wit. Ik ben werkzaam bij Simplus Berkel Deventer. Dat zijn aardig. Ook nog niet gehoord, Deventer. Aan de andere kant. Hey, wat ik belangrijk vind is gewoon loonparagrafen, zeker onze pensioenen, ook voor onze oude werknemers. Wat net ook al beantwoord, dat bevoordeelt gewoon een goede uitstroom. Voor onze flexwerkers ook, ja, als we die niet hebben, dan kunnen we weinig werk doen. Dus ook die moeten gewoon goed beloond worden. Dankjewel. En wat zou je ons de CEO-onderhandelaars mee willen geven? Gewoon vasthouden aan onze eerste instantie wat we gesteld hebben. En gewoon zoveel mogelijk eruit slepen. Het is nu gewoon een keertje klaar. We hebben een topjaar gedraaid, alle bedrijven. En dat mag ook zeker wel eens teruggezien worden bij ons. Zeker. Dankjewel, Michael. Ik ben Dirk Hietberg. Ik ben beheerder van een afvalbrengstation bij de HVC. En ik kom uit Alkmaar. Wat vind je van de CEO-inzet, Dirk? Oké. Ik vind de inzet van de bonden vind ik heel reëel. Kijk, CEO-onderhandelingen vinden plaats aan de onderhandelingstafel. En het is natuurlijk altijd in het begin zo dat de werkgevers die willen zo weinig mogelijk betalen. En de werknemers die willen zoveel mogelijk ontvangen. Maar het eindresultaat moet voor beide partijen zo zijn dat ze met opgeheven hoofd de onderhandelingstafel kunnen verlaten. En het met goede uitleg kunnen geven aan hun achterban. En dat laatste is nog helemaal niet het geval. Wat vind je van de resultaten min of meer die tot nu toe bereikt zijn bij CEO-tafel? Ik vind het eigenlijk heel diep triest. Mijn hele leven is voor mij één woord heel belangrijk en dat is respect. Dat schrijf ik met hoofdletters. En dat vind ik niet bij de werkgevers. Een coronatijd, we zitten er middenin en dat wordt voor werkgevers als excuus gebruikt om de portemonnee dicht te houden. Maar we weten allemaal dat de afvalbedrijven juist door corona goede zaken hebben gedaan. En gedurende de coronaperiode zijn we de hemel in geprezen. Want we hebben een cruciaal beroep en we werken door. Mondkapje voor, kapje voor, nou noem maar op, hè.
En dan krijg je een stukje chocola en je krijgt een bosje tulpen. Dat blijkt achteraf allemaal zoethoudertjes te zijn. Want als het om het financieel aankomt, dat er een normale beloning komt, dan zijn ze niet thuis. En zeker niet voor, ook niet voor een zo goed sociaal beleid. Maar daar kom ik straks nog op. Met andere woorden, respectloos. En wat zijn voor jou de belangrijkste CO-onderwerpen? Uiteraard de loonparagraaf. Hè. We werken allemaal hopelijk met plezier. Want als je niet met plezier werkt, dan kun je beter wat anders gaan zoeken. Maar thuis moet de schoorsteen branden, dus we doen het wel voor het geld. En wat er nu geboden wordt, is ook weer schandalig en respectloos. Het andere wat ik belangrijk vind, is de coronaregeling. Ja, als er geen overeenstemming komt, dan vervalt die bij de meeste van onze collega's waar de corona of de generatieregeling in de CAO staat, komt die te vervallen. Nou, dan kun je je voorstellen, je hebt 40 jaar heb je gewerkt en we weten allemaal dat werk in de afvalindustrie vaak zwaar is. Nou, dan heb je 40 jaar gewerkt en dan denk je, nou, zo aan het eind, nou richting de eindstreep ga ik een dag minder in de week werken. Of helemaal vlak bij de eindstreep misschien wel 2 dagen in de week. Dat wordt de nek omgedraaid. De werkgevers hebben hun mond vol van duurzame inzetbaarheid. Prima, maar zolang het geld maar geen geld kost, anders doen ze gewoon de deur dicht. Respectloos. De werkgevers, en dat is mijn gevoel, die zien ons nu als goedkoop gereedschap om hun doelen te bereiken. Maar laat het zo zijn, laten ze zich goed realiseren dat wij werken met hun gereedschap. Dat kan inhouden dat een vuilniswagen morgen niet uitrijdt. Dat een vuurtje hier wat afval stookt een keer uitgaat. Dat een afvalbrengstation dichtgaat. Daarom laat de boodschap staan. Als de werkgevers geen respect voor ons hebben, respectloos zijn, dan gaan we dat respect een keer afdwingen. Actie! 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 Laatste spreker, en eigenlijk met de anderen ook eens. Het gaat om wederzijds respect. En wij kregen van de week nog antwoord, ja, maar wij vinden dat ook, hè, van onze werkgevers, met de aanzegging. Nou ja, hun zeggen dat, maar ze doen het in principe niet. Nou, oké. Maar goed. Ik heb wel door dat er bereidheid is om meer te doen dan alleen maar hier te staan en te luisteren. Dus gaan. Juist, wat wil ik horen? We gaan het meenemen. We willen jullie in ieder geval zeker bedanken voor de komst. En breng het over aan je collega's. Want die zijn nog hard nodig. Want zij zitten daar, een paar, hè, maar bij jullie in het bedrijf ook. Ze zitten hoog en droog. Maar jullie gaan straks weer die kou in de omgeving van die hete oven staan. En in het vuil en op een transportband die langs je heen draait. Met alle risico's van die. Met beschermingsmiddelen die zij niet nodig hebben. Hè. Want zij zitten gewoon binnen met een telefoon en een potlood. Je hebt ook hele mooie woorden van Dirk. Ja. He, als het gaat om respect van beide kanten. Ja, maar respect moet je verdienen. Liefde. Respect moet je verdienen. En dat is mijn mening. Kijk, voor mij maakt het niet meer uit. Over 4 maanden is het voor mij klaar. Als we gewoon mijn AOW krijgen en met pensioen gaan. Dan heb ik toch 51 jaar gewerkt. En dat vind ik toch wel genoeg. De laatste jaren een stuk minder. Maar ik vind het wel genoeg. Bozer, ja, ik zie het. Ik ben bozer dan iemand anders, hè. En ik speelde het niet, maar dit is echt waar. Ik heb dit nog nooit meegemaakt in mijn leven. In mijn arbeid, met alle arbeidsonderhandelingen en al die jaren heb ik dit nog niet meegemaakt. En dat wil ik jullie allemaal meegeven. Ik hoop dat jullie bespaard blijven van wat ik nu meemaak, wat wij nu meemaken, dat het volgende keer gewoon een stuk makkelijker gaat. Want het lijkt wel alsof ze het zelf moeten betalen. Dat is niet waar, hè. Er zijn legio winsten. Waar ik het wel over heb, er zijn wel dreigingen. Hè? Want de werkgever die praat natuurlijk over de heffingen die ze moeten betalen. Maar bij ons gaan die gemeentelijke heffingen ook omhoog. Als je praat over afvalstoffenheffing. We betalen het allemaal zelf. Laat eens nog één keer horen voor Willem. Want dan gaan we over tot de afval. Echt een diepe buiging voor jou. En de inzet van de deur en de onderhandelaar. Echt waar. En geloof mij, die verdient een groot applaus. Oké.
wel nog even het volgende meegeven. In eerste instantie super bedankt. En ik ben heel erg trots op jullie ook. We hebben het echt geweldig gedragen. Aan alle instructies gehouden. Fantastisch, helemaal goed. Dus ik ga er ook vanuit als we volgende keer weer zoiets organiseren. Dan kunnen we het gewoon met een gerust hart doen. En laten zien dat jullie ook gewoon een voorbeeldfunctie hebben gehad van vandaag. Want je ziet het. Het is fantastisch, fantastisch gegaan. Helemaal goed. Kijk, ik ben een vakbondsbestuurder. En ik schrijf graag aan CEO-tafels aan om mooie CEO's af te sluiten. He, CEO's waar waardering en respect uit blijkt. Ik ga ervan uit, en ik ben optimistisch ingesteld, dat dat ook gaat lukken voor jullie CEO. Want daar heeft iedereen ook echt daadwerkelijk behoefte aan haar. Met name als het gaat om de generatieregeling. Dat is een hele belangrijke onderwerp voor zowel de leden als niet-leden. Daar moeten we gewoon ook voortgang aan geven. En ook als het gaat om de loonparagraaf. Dus ik zie er denk ik wel naar uit dat we binnenkort aanschrijven aan de CEO-tafel. Daar houden jullie natuurlijk ook van op de hoogte. En we hopen jullie ook dan de volgende keer te zien. Met hele mooie en goede afspraken die van respect en waardering betuigen. Dat is eigenlijk het laatste wat ik mee wil geven aan de werknemers, de leden en de niet-leden. En ik hoop jullie dan binnenkort weer te zien. Oh,